Wat hebben het Rijksmuseum, het hoofdkantoor van Endemol en de Amsterdamtoren met elkaar gemeen? Ze worden allemaal schoongemaakt door het Multicultureel Amsterdam Schoonmaakbedrijf, oftewel MAS. MAS is het kindje van Rahma Elmoeden. Zij kwam op 16-jarige leeftijd van Marokko naar Nederland en begon zelf als schoonmaakster. Ik zei tegen mijn man, ik wil werken, nou geen sprake van. Inmiddels heeft Rahma 500 mensen in dienst en draait ze een omzet van 9 miljoen euro. Ik heb enorm veel bewondering voor haar. De manier waarop ze het schoonmaakbedrijf is begonnen in een toch mannenwereld. Hoe innoveert ze? Hoe wint ze aanbestedingen, maar ook de harten van haar medewerkers? Ik ben ook niet beroerd. Als ik iets zie, dan vraag ik naar mijn mensen. En als ik er dichtbij, dan haal ik zelf ook een doekje als ik een doekje zie. En hoe maakt ze het bedrijf klaar voor haar dochter Umayma, die klaar staat om het allemaal over te nemen? Bekijk hoe Rahma Elmoeden uitblinker in zaken werd. Ik ben Rahma Elmoeden, eigenares van MAS Dienstverleners. Ik heb deze onderneming met deze handen opgericht. Heb je hulp nodig? Wil je vragen? Wil je advies? Meld je aan, je bent van harte welkom. Ik sta klaar voor jullie, want ik help graag startende ondernemers.